We hebben ondertussen gezien wat relatieve adressering is, we hebben ook gezien wat absolute adressering is. Wel, je kunt die twee ook natuurlijk met elkaar vermengen. En tot nu toe hebben we gezien bij die absolute adresseringsformule dat we zowel de kolomletter als het rijnummer van een dollarteken voorzien om die vast te maken. Maar soms hoeft dat helemaal niet. Soms zal je moeten spelen met die dollarteken en ga je ofwel de kolomletter ofwel het rijnummer moeten gaan vastmaken door absolute adressering. Bijvoorbeeld in deze oefening, waarbij we een aantal belminuten vermenigvuldigen met een bepaalde prijs. Op zich is het vrij gemakkelijk. Ik ga A3 vermenigvuldigen met B2. Op die manier krijg ik een mooi 10 euro. En dan zou ik in principe zowel horizontaal als verticaal die functie moeten kunnen doortrekken. Maar je ziet ondertussen dat die waarden helemaal verkeerd gelopen zijn. Die eerste rij die doet het nog vrij goed, maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. We gaan dus eigenlijk moeten gaan bepalen in onze formule wat mag blijven staan en wat niet. Bijvoorbeeld door deze nu horizontaal door te trekken. We zien hier dat we van 10 naar 2,5 naar 75 euro komen en dat komt omdat onze kolom steeds verandert. Dus A3 maal b2 wordt b3 maal c2. Dus we gaan die 10 euro vermenigvuldigen, maal die 0,25. En dan wordt het zelfs erger, want dan gaan we die 0,50 maal die 0,30 gaan doen. Dat hoort dus eigenlijk niet. Dus in principe, hier kunnen we onze formule gedeeltelijk absoluut gaan maken. Namelijk mijn Belminuten zitten in kolom A. En ik wil niet dat die kolom verandert. Die belminuten die zitten vast aan kolom A. En daarom ga ik die kolom A vastmaken met een absoluut adres. Die rijnummer zet ik niet vast, want ik ga die later ook naar beneden moeten doortrekken. Dus die rijnummer ga van 3, 4, 5 en moeten evalueren naar 6. Oké. Okay, nu dat onze formule aangepast is, gaan we die uiteraard nog eens proberen doortrekken. Door de vulgreep naar rechts door te trekken. En dan zien we dat dat uiteraard al een beter uitkomst gaat hebben. Dus als ik nu kijk naar de formules: hebben we A3 maal B2, hebben we A3 maal C2 en hebben we A3 maal D2. Dus dat is een perfecte formule. Als ik nu dit verticaal ga doortrekken, dan zien we dan nog altijd een beetje miserie hebben. Namelijk, het omgekeerde geldt ook. Op het moment dat ik dat naar beneden trek, heb ik de eerste cel die ik vermenigvuldig maal B2. Ik trek één rij naar beneden. Dat wordt vermenigvuldigd naar B3. Wordt vermenigvuldigd naar B4. En wordt vermenigvuldigd naar B5. Dat willen we dus niet. We willen niet dat die rijnummer aangepast wordt. Dan moet steeds die tweede rij zitten, want die tweede rij bevat onze beltarief. Dus opnieuw hier gaan we gemengde adressering gaan doen. Ik ga niet alleen die A vastmaken, maar ik ga ook die rijt B vastmaken. Die B maak ik niet vast, omdat ik net van kolom moet kunnen veranderen. Ik moet ook horizontaal kunnen doortrekken, dus die B moet C en moet D worden, maar die 2 moet steeds 2 blijven. Andersom bij die A, die A moet A blijven, maar die rij moet wel veranderen van rij 3 naar rij 4 naar rij 5 naar rij 6. A moet vast worden, dollar teken. 2 moet vast worden, dollar teken. Op die manier kan ik. Horizontaal doortrekken, mijn resultaat blijft hetzelfde, maar omdat ik nu ook die rij 2 heb vastgemaakt met een absolute adressering, kan ik nu ook verticaal naar beneden doortrekken en krijg ik de waarden zoals ze gepland zijn. Ik kan dus met één functie, met gemengde adressering, al deze velden opvullen met een correcte waarde door die correcte vermenigvuldiging te gaan doen. Ja. Dit was gemengde adressering, tot de volgende keer.